dorpje Wagenberg. Niet slechter, niet beter, 10 kilometer boven Breda. Meet het maar na, in dat dorpje ben ik geboren. Begroet door een kraaiende haan. Kogels vlogen rond mijn oren, al is mij die oorlog ontgaan. Daar liggen mijn ouders begraven, hun namen gegrift in een steen. Veilig in heilige haven, voor eeuwig in stilte bijeen. Wagenberg, dorpje Wagenberg, niet slechter, niet beter, 10 kilometer boven Breda, meet het maar na. Dit dorp aan de rand van de polder, precies op de grens van de klei. De wind joeg krakend op zolder, Hollands diep, akelig dichtbij. Het is een gehucht, zeiden stedelingen, het is een gat, riep men in de buurt. Hoe durf je zo'n dorp te bezingen, wat ook nog 3 coupletten lang duurt. Wagenberg, dorpje Wagenberg, niet slechter, niet beter, 10 kilometer boven Breda, meet het maar na. Toch durf ik wat vrijer te zingen, de simpele reden is dat een van onze dorpelingen ooit in het eerste van Feyenoord zat. Wagenberg, dorpje Wagenberg, niet slechter, niet beter, 10 kilometer boven Breda, meet het maar na. Soms ga ik er zomaar eens kijken, naar het kerkhof of de boerderij. Nu vergelijken, ik ben er, ik hoor er niet bij. Ben de draad kwijt van oude patronen, maar hoor ik de kerkklokken slaan. In die warme, welluidende tonen voel ik, jongen, hier kom jij vandaan. Wagenberg, dorpje Wagenberg, niet slechter, niet beter, 10 kilometer boven Breda, meet het maar na. Wagenberg, dorpje Wagenberg, niet slechter, niet beter, 10 kilometer boven Breda, meet het maar na. Zeker de inwoners en de kinderen van Wagenberg. Hij doet het niet! Ja, de komt eraan, aan, zal ik maar knallen. Nee, hij doet het niet! Knal! Ja, van Wagenberg!
We zijn op het moment bij Verhoef Handelsonderneming in automaterialen, Kees en Christian Verhoef. Kees, je hebt jarenlang een zaak gehad in Ter Heide en nu ben je hier op Wagenberg gekomen, een jaar of twee, drie geleden. Hoe bevalt het hier op Wagenberg? Dus ja, het is 5 jaar geleden. 5 jaar geleden, het gaat snel. Het bevalt buitengewoon op Wagenberg, we hebben veel meer ruimte en we hebben, dat we in Ter Heide niet hebben, we hebben er een winkel aan vastgeknoopt. En de aanloop hier is vele malen hoger, ook omdat we winkelverkoop, balieverkoop hebben en dat is perfect. Ik heb ook gehoord dat je fan bent van motocrossen. Nou, jouw kinderen motocrossen, jouw personeel doet motocrossen. Alle bellen gaan gelijk rammelen hier. Even heel duidelijk, ik ben daar totaal geen fan van. Maar je bent getrouwd en een echtgenote en die is daar wel fan van. Ja, ja. Maar als het aan mij ligt, stoppen ze morgen allemaal met motocross. Allemaal. Dus wat dat betreft ben ik daar heel duidelijk in. Het is jouw sport nu? Nee, mijn sport is niet. Vroeger in het midden van Wagenberg gevestigd, nu aan de rand van Wagenberg aan de Thijsseweg. Jan Kees Geluk, je hebt het bedrijf overgenomen van je schoonvader. Begonnen in de Dorpstraat en nu hier in de Thijsseweg. Hoe bevalt het hier in de Thijsseweg? Uitstekend. Anders waren we natuurlijk nooit weggegaan uit de Dorpstraat. Ja, nou, ja. Het Dorpstraat, daar waren we helemaal weggegroeid. We konden niet meer uitbreiden. Het was al aangebouwd en aangebouwd. Maar op een gegeven moment houdt het op. En ja, onze activiteiten zijn toch wat uitgebreid sinds die tijd. En dat was ook een reden om het over te nemen. Dat wij een mogelijkheid hadden om het wat groter op te zetten. En in 20 jaar tijd veel veranderd in het werk in de zaak. Ja. Want ik denk dat we vroeger met name landbouw en... En toen begon net de opkomst in die 20 jaar van de autogassystemen waar wij nu nog steeds veel in doen. Ja. Maar dat is wel sinds die tijd uitgegroeid. Paardenslamen, doen we ook niet meer? Nee. Ja. Dus, nou slaan we ze alleen nog, geloof ik. Ja. Dat was onze broodwinning vroeger. De boer Smit waren wij van huis uit. En ook altijd in de kachels gezeten. Hè. Het is niet zo dat... Die kachel, dat was vroeger al met die platte buizen, noem maar op, in de cuisinières. Maar dat is natuurlijk veranderd ook. Maar stoken nog steeds stoken de geachte cliëntelen nog hout en gas en kolen. Dus dat doen we altijd nog steeds. Dat is van oudsher. Dat was van mijn grootvader, mijn vader en wij. En dan naar jullie Jan Kees. Ja. Kees, jullie hebben het bedrijf vroeger van jullie vader overgenomen, terwijl jullie Harry en jullie Toon voor de Rijgen zijn begonnen. Hoe komt dat zo? Dat zijn mijn oudere broers. Dus toen die in feite er al toe waren om het bedrijf te beginnen, toen was de vader zelf in het bedrijf. En die had nog geen zin om te stoppen? Nee, en bij mij, toen ik aan de beurt kwam, toen wou die jongens er aan mee stoppen natuurlijk. Ja, toen hebben jullie een tijd samengewerkt nog? Ja, een tijdje. Ja, en toen heb jij het helemaal overgenomen? Ja. Nu zitten jullie hier pas in de Thijsseweg. Eerst hebben jullie jaren in de Brouwerijstraat gezeten. Hoe bevalt het hier in de Thijsseweg? Nou, prima. Ja? Ja, je zegt al tegen Mark Paan, hè? Ja, lekker ruim. Veel meer plaats, veel makkelijker. Ja, alles nieuw. Ja, precies. Dezelfde machines meegenomen vanuit de Brouwerijstraat? Ja, dat zijn dezelfde oude machines nog, ja. Maar die staan nu iets ruimer opgesteld dan toen. Ja, precies. Ja. Thank you.
Michel Moerenbeek, conciërge van basisschool De Elzenhof. We hebben gehoord dat je er binnenkort mee gaat stoppen. Was het leuk om met kinderen te werken op basisschool De Elzenhof? De kinderen is het leukste van alles, vind ik. Daar heb ik 16 jaar met plezier mee gewerkt. Goed, het is druk geworden op basisschool De Elzenhof. Hoeveel kinderen zitten er nu op? 270. Maar ze komen zo binnen. Vertel eens wat er dan gaat gebeuren. Nou, er zijn er bij die rennen dadelijk hier door de hal. Dat mag wel niet, maar ja. Michel staat er niet, dus dan kunnen ze rennen. Meneer Van Gurp, directeur van basisschool De Elzenhof. Hoe noemen ze u nou eigenlijk, meneer Van Gurp? Is dat, ja, meneer, u, jij? Nou, op het ogenblik noemen ze mij meneer Kees. Want dat is bij ons gebruikelijk. Ze mogen allemaal de voornaam gebruiken van de juffrouws van de meesters. Maar altijd meneer of juffrouw voor. En er zijn er hier een paar, maar dat is meestal personeel. Die hebben het over meneer de directeur, maar dan hebben ze iets nodig. U loopt al een paar jaar mee. 33 jaar hier op Wagenberg op basisschool De Elzenhof. 275 leerlingen in dit gebouw. En daar bleek ook te klein te zijn, dus toen hebben we ook een stukje naar moeten bouwen. Kijk aan. En nu loopt het weer terug. Demografisch gezien loopt het terug. Ja. De gemeente maar eens wat aan doen. Ja. Het onderwijs is natuurlijk een heel stuk veranderd. Het is allemaal wat minder klassikaal gericht. Meer aandacht voor de individuele leerlingen. Kinderen zijn veranderd, zijn wel mondiger geworden, maar ik vind wel op een goede en positieve manier. Het is echt niet zo dat kinderen zomaar wat schreeuwen, dat ze een taalgebruik hebben, dat ze brutaal zijn of wat dan ook. Maar ze weten goed wat ze willen weten en ze weten goed in deze maatschappij de woordje te doen in de klas. En dat mag. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so. Thank you.
ben Ineke van Oorschot en ik woon iets meer dan 20 jaar hier op Warenberg met de winkel. Dat is wel lang. Ja. En u heeft de winkel ook 20 jaar? Ja, 20 jaar. Ja. 20 jaar. En hoeveel klanten krijg je ongeveer per dag? Ja, dat is heel wissend. Maandag of zaterdag is natuurlijk een heel groot verschil. Dus, maar zaterdag zo ruim 100. Zo, dus toch behoorlijk. Ja, ja. En het meest verkochte product, wat verkoop je nou echt het allermeeste hier? Het allermeeste? Moeilijk. Kaas, denk ik. Kaas? Ja, ja. En staat u om iets bekend? Is er een bepaald product van u wat u zelf maakt of zo? Of nee, echt ik maak helemaal niks zelf. Ik krijg alles aangeleverd. Oké. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. Again. Hallo, hallo, hallo. Sinterklaas, Sinterklaas.
Mijn naam is Irma Beekmans. En hoe lang heeft u deze winkel? Ruim zes jaar. Ruim zes jaar. Ja. En wat is de drukste dag qua klanten en hoeveel klanten komen er dan ongeveer gemiddeld? Ja, dat is heel wisselend. Meestal zo tegen het weekend is het wel het drukste. Het meeste komen ze toch voor advies over medicijnen. En voornamelijk paracetamol is natuurlijk een heel, heel groot product. Van de dierenarts toch? Ja, van de zingende VS, Rinus Razenberg. Rinus Razenberg, ja. Een kopje voor de cd. Worst aan de soep. Worst aan de soep. Een toekje. Oh, een toekje. We zijn op het moment in de bakkerij van Leon en Jolanda van Dongen. Leon is op het moment bezig met worstenbrood aan het maken. Leon, een vraag. Wat is jouw belangrijkste drijfveer om bakker te worden? Ja, moeilijke vraag. Ik heb vroeger eerst op de MAVO gezeten. Maar ik kreeg op les een hekel aan leren. Toen ben ik naar de bekkerschool gegaan. En misschien ooit eens een prijs winnen met beste worstenbrood van Wagenberg? Ja, daar heb ik nog nooit aan meegedaan. Wat was de grootste verrassing? Dat Leon bakker werd, dat Jurgen bakker werd? Dat was de grootste verrassing. En Jurgen. Ja, dat Jurgen bakker werd. And calling names, they never let poor Rudy join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the Red
red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, mit your nose so bright, won't you guide mein sleigh tonight? Then all the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-beaked reindeer, you'll go down in history. Rudolph, Rudolph, Rudolph. Ha ha ha!
Thank you.
sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. He is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Van zelden.
VCW, VCW. Ja mensen, kijk eens, zie ze weer eens lopen in de rode trui en witte broek. Ja dat is toch de trots van Wagenberg, zoals ze kunnen schieten uit de hoek.
Koeman. Tweemaal op rij wereldkampioen. Driemaal op rij wereldkampioen. Hoe wordt iemand uit Warenberg wereldkampioen? Nou ja, dat is natuurlijk een lang verhaal. Ik heb al van mijn 5-6 jaar heb ik al vogels. En na 40 jaar worden pas wereldkampioen. Dus dat is eigenlijk de kwestie. Sandra Welte, eigenaar van kinderdagverblijf Ikke, in een oude pastorie. Hoe kom je erbij om met een kinderdagverblijf in een oude pastorie te gaan zitten? Nou, ik vind het gewoon een geweldig pand. Het is, wat ik wil is een huiselijkheid. En ik denk dat hier zeker terug te vinden is. Want ik zie hier nou zo'n 16 kinderen zitten. Hoeveel kinderen zijn er gemiddeld op een dag in het kinderdagverblijf? We hebben elke dag 18 kinderen. Love them, put it in your
Wagenberg, dorpje Wagenberg, niet slechter, niet beter, 10 kilometer boven Breda, meet het maar na. In dat dorpje ben ik geboren, begroet door een kraaiende haan. Kogels vlogen rond mijn oren, al is mij die oorlog ontgaan. Daar liggen mijn ouders begraven, hun namen gegrift in een steen. Veilig in heilige haven, voor eeuwig in stilte bijeen. Wagenberg, dorpje Wagenberg, niet slechter, niet beter, 10 kilometer boven Breda, meet het maar na. Dit dorp aan de rand van de polder, precies op de grens van de klei. De wind joeg krakend op zolder, Hollands diep, akelig dichtbij. Het is een gehucht, zeiden stedelingen, het is een gat, riep men in de...